Welkom bij een nieuwe vlog van Bakkelab Games. Centraal dit keer stond de presentatie voor diverse game designers uit het werkveld. Tijdens de presentatie lieten we gameplay en onze main mechanics zien en toonden we verschillende concept art die de setting van onze game het beste illustreren. Wij ontvingen bruikbare feedback voor zowel de designers, artists als developers, waarmee we weer aan de slag konden. Het designteam ging aan de slag met het bedenken van de zogeheten mirror puzzle, een puzzel waarbij de beweging van de speler wordt nagebootst door een tweede karakter. Na het zelf te hebben geprobeerd, was het aan de testpersonen om de puzzel op te lossen. Deze testen toonden aan dat mensen zelf creatief op zoek gingen naar een oplossing en dat de puzzel dus op meerdere manieren te voltooien is. Ook voerde het designteam een paper prototype test uit voor de Simon Says puzzle. De speler moet een melodie namaken door op de juiste bloem te springen en te wisselen tussen licht en donker. Na het horen van de juiste combinatie was het aan de testpersonen om de juiste bloemen uit te kiezen. Iedere persoon ging anders te werk. De een probeerde gelijk elke combinatie uit en de ander nam wat langer de tijd om na te denken voordat zij combinaties probeerden te maken. Dit zorgde voor hele interessante en afwisselende testresultaten. Er werd natuurlijk ook druk gewerkt aan de look en feel van de game. Zo werkten wij aan verschillende lichtgevende bloemen, de lichtbol van de speler en werkten verder aan het design van het introductielevel. Het plaatsen van de gebouwen, paden en muren zorgde uiteindelijk voor één geheel, waar de speler de eerste basisbesturing en mechanics van de game leert. Onze designer Kees heeft in Unity gewerkt aan het samenvoegen van alle bestaande onderdelen en het maken van het terrein. Deze setting vormt de basis van het eerste level, waar de speler het spel begint. Hier is te zien hoe dit in zijn werk gaat. Onze artists zijn druk in de weer met het maken van diverse assets om onze gamewereld tot leven te brengen. En uiteraard wordt er ook hard gewerkt aan het 3D-model van de held. Hij is er klaar voor, dus buckle up!